Je hoort vaak over woningen die onder water staan. Dan is je hypotheek hoger dan de waarde van je huis. Toch zijn er veel meer mensen bij wie de hypotheek juist lager is dan de waarde van het huis. En in die gevallen kun je korting krijgen op je hypotheekrente. Bijna niemand weet dat. En de bank vertelt het je ook niet. De WOZ-waarde van onze woning zal momenteel tegen de 450.000 euro liggen. Brigitte van der Loo en haar man wonen in een rustige buurt in Amsterdam. We hebben in 2003 even een woning gekocht voor 207.500 euro. En de hypotheek die we daarvoor afsloten was 260, omdat we wat gingen verbouwen. En 2 jaar later hebben we nog een extra hypotheekstukje genomen van 30.000. Omdat het bouwdepot te snel leeg was. Voor deze aflossingsvrije hypotheek van in totaal 290.000 euro blijken ze een risicoopslag te betalen. Pas toen de eerste rentevaste periode afliep, toen ben ik daar in gaan verdiepen en dan had ik wat gehoord over risicoopslag. Dus toen ben ik daar eens over gaan lezen hoe dat nou allemaal zat. En zo ben ik achtergekomen dat wij dat ook betaalden. Zo'n risicoopslag betaal je als je hypotheek meer dan 60% van de waarde van je woning is. Hypotheekverstrekkers lopen dan namelijk meer risico. Die opslag kan oplopen tot wel 0,8 procentpunt extra. De hypotheek is 290.000, maar het huis is inmiddels nou over de 450.000 euro waard. Dus ja, ik snap niet waar ze die risicoopslag voor willen hebben, want ze lopen hier helemaal geen risico voor op. En dus trekt Brigitte aan de bel bij de Rabobank. Een paar maanden later, na heel veel mails en telefoongesprekken, schrapt de Rabobank uiteindelijk 0,2% aan risicoopslag. Maar dat is alleen uit coulance. Ik vond het heel hooghartig. Ik vond het heel denigrerend een beetje. Eigenlijk had ik het gevoel dat ze het deden om van mijn gezeur af te zijn. Niet omdat ze echt vonden dat ik daar recht op had. Het schrappen van die 0,2% scheelt Brigitte en haar man zo'n 600 euro per jaar. Afgelopen zomer, als de rentevastperiode afloopt, komt de Rabobank met een nieuw renteaanbod van 2,8%. Brigitte gaat op onderzoek uit of dat een goed aanbod is. Het bleek er allerlei kortingen te zijn waar we ook gebruik van konden maken. En dat heeft de Rabobank mij niet verteld, maar dat heb ik dus zelf achter moeten komen. En dat bleek om bijvoorbeeld een betaalpakketkorting te gaan van 0,2%. En er blijkt een lokale marktkorting te zijn van 0,1%. Nou, zij hebben het me niet verteld hoor, maar toen ik daar dus mee aankwam, zei ze: oh ja, dat klopt, dat kunnen we u ook bieden hoor. Nou, uiteindelijk zijn we dus op 2,5 uitgekomen. Na 3 maanden soebatten met de bank weet Brigitte er in totaal dus 0,3% aan kortingen af te krijgen. Dat scheelt hen rond de 900 euro per jaar. Samen met de 600 euro aan renteopslag, die al eerder met veel moeite geschrapt is, scheelt hen dat jaarlijks zo'n 1500 euro aan hypotheekrente. Ik vind het echt idioot dat ze mij dat gewoon niet direct vertellen. Want het scheelt ons gewoon honderden euro's per jaar. Dus ik vind het echt belachelijk dat ze daar zelf niet mee komen. Ja, de Rabobank wilde niet in de studio reageren. Ze betreuren de gang van zaken, maar vinden dat het uiteindelijk goed is afgehandeld. In de studio, KP Breukelaar, Kassa's financieel adviseur. Welkom. Dank je. Wat vind je van de verhaal van Brigitte? Ja, ze heeft er gewoon recht op. Dus het is heel goed dat ze heel vasthoudend is geweest. Maar het is natuurlijk helemaal niet goed van de bank dat die zo weinig meewerkend zijn en dat ze zelf aan de bel moet trekken. Dus ja, fantastisch dat iemand het op die manier doet, maar dat zou heel anders moeten. Ja, wanneer kom je in aanmerking voor zo'n korting op je hypotheekrente? Nou ja, het zat eigenlijk al in het filmpje. Dat op het moment dat je, laten we zeggen, je huis koopt, dan leen je vaak het hele bedrag. Of dat heb je in het verleden al geleend. En in de loop der jaren stijgt je woning in waarde. Dus de verhouding tussen hoeveel je geleend hebt en de waarde van je woning, die wordt steeds gunstiger voor de bank. En dat betekent dat die opslagen naar beneden moeten. En de banken doen dat niet vanzelf. Nee. Nou, kwam zij er bij toeval achter. Ik denk dat een heleboel mensen dit niet weten. Ik weet het ook niet. Waar kan je dat nazoeken? Hoe kom je erachter? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je weet het niet, maar aan de andere kant kun je het wel weten. Als je in de tijd een huis hebt gekocht en volledige hypotheek hebt genomen, had je in die periode dus de maximale opslag op je rente zitten. Nou, als je nu 10, 15... Sowieso, geldt in alle gevallen. Ja. En als je nu 10, 15 jaar verder bent, dan is waarschijnlijk de waarde van je huis gestegen. Mogelijk heb je wat afgelost. Wellicht heb je wat geld opgebouwd met een beleggingsverzekering of in een spaarhypotheek. En dat zou dus betekenen dat die risicoopslag in ieder geval voor een stukje naar beneden moet. En misschien wel er helemaal vanaf kan.
Ja. Nou zegt de Rabobank in een reactie aan ons dat ze de klanten nu niet actief kunnen benaderen over het schrappen van de risicoopslag. Maar dat ze daar wel aan werken. Maar is dat zo ingewikkeld dan? Nee, dat is helemaal niet ingewikkeld. En dat verbaast me ook. Want ze kunnen gewoon al hun hypotheekklanten een briefje sturen en zeggen, goh, u bent ingedeeld in die en die risicoklasse. U heeft tussen de 90 en de 100% van uw woningwaarde nu aan hypotheek staan. Maar als dat beter is geworden in uw situatie, stuur ons even de WOZ-waarde op en we passen de hypotheekrente aan. Zo ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Ja. Goed, nou ja, ze zijn ermee bezig, zeggen ze. Ik ga even naar de tribune, mevrouw Kopuit. Hartelijk welkom. Ja, u betaalde ook een risicoopslag voor uw hypotheek. En u bent erachteraan gegaan om korting te krijgen. Ja. Hoe ging dat? Ik heb de eerste jaren nogal flink afgelost, tot 40% op zeker moment. En toen kreeg ik via de vereniging Eigen Huis de tip om dat er een mogelijkheid was tot het vervallen van de risicoopslag. Ik heb contact opgenomen met de ING en ik kreeg een korting van 0,1%. Okay. En hoeveel minder ging u daardoor betalen? Ruim 10 euro per maand. 10 euro per maand. En heeft u nog verder afgelost daarna? Ik ben daarna nog verder gegaan met aflossen. En ik heb nu opnieuw contact opgenomen met de ING. En nu blijkt dat mijn verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde van mijn woning is op het moment 63%. Als ik nog een kleine aflossing erbij doe, dan kom ik onder de 60%. En dan kan er nog eens 0,2% af. Dat zet de soda aan de dijk dan. Ja, dat is interessant. Ja. Maar ik begrijp uit uw verhaal dat u er niet op gewezen bent door ING. Nee. Dat heb ik zelf eigen initiatief. Ja. Banken moeten je daarop wijzen, neem ik aan. Dat is toch de zorgplicht? Ja, daar is wat onduidelijkheid over. De zorgplicht geldt vooral bij het hypotheekadvies. En laten we zeggen, de onduidelijkheid zit in de nazorg. Een hypotheek loopt in de regel 30 jaar. En eigenlijk zou de toezichthouder AFM tegen de banken moeten zeggen, luister, je moet iedere 3 jaar met je klanten in contact treden. En bijvoorbeeld, zoals bij mevrouw Kopuit, vragen, wat is nu de waarde van je woning? Want we zien dat je fors hebt afgelost. Ja. En dan kan er een stukje van de risicoopslag af. Je zegt, de AFM moet dat doen? Nou ja, de banken moeten het natuurlijk zelf doen, maar de AFM zou daar best wel wat strenger op mogen zijn en tegen de banken kunnen zeggen van, nu is het afgelopen, gewoon nazorg leveren en elke paar jaar die klanten even benaderen en vragen hoe het zit met de woningwaarde. Ja. Nou, waarschuwt de bankje als de hypotheekrente tussentijds omlaag kan? Wij vroegen het de 4 grote banken. ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank waarschuwen je niet uit eigen beweging dat je hypotheekrente tussentijds omlaag kan. Als je zelf om een korting vraagt als je huis meer waard is, kun je die bij de banken wel krijgen. De SNS heeft sinds kort de SNS Bespaarcheck. Daarmee kun je kijken of je in een lagere risicoklasse valt en of de risicoopslag geschrapt kan worden. En moet je een duur taxatierapport laten maken om de waarde van de woning aan te tonen? Nee. Alle 4 de banken zeggen in principe de WOZ-waarde te accepteren. De banken melden verder dat ze bij een nieuwe rentevastperiode altijd naar de verhouding tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning kijken. Ja, we hoorden net, in principe is de WOZ-waarde genoeg om te geven. Brigitte moest wel een taxatierapport laten maken. Sommige banken hebben dan wel weer uitzonderingssituaties of als er wat discussie. En soms kan het in je eigen belang zijn om een taxatie te laten maken. Bijvoorbeeld als de WOZ-waarde laag is en de taxatie een stuk hoger uitkomt, levert dat die taxatie een lagere rente op. Oké, ook al kost dat dan wel een paar honderd euro. Ja. Waarom doen banken? Ze zeggen zelf, hè, het is ingewikkeld. Maar wat is nou de reden dat zij daar klanten niet op attenderen? Nou ja, de meeste banken hanteren wat ik altijd noem het piepsysteem. En dat is dat de klanten die gaan piepen ook daadwerkelijk die korting krijgen. En aangezien 95% van de klanten niet piept, is dat een hele lucratieve opzet voor de banken. Je moet je realiseren dat in Nederland loopt nu 630 miljard aan woninghypotheken. Als daar 0,1% rente vanaf zou gaan, dan hebben we het over 630 miljoen. En ik denk dat we over meer praten dan 0,1%. Als iedereen nu aan de bel zou trekken en zou vragen om die risicoopslagen te verlagen of misschien wel helemaal te verwijderen. Ja, verwijderen. Ja. Ik hoor hier allemaal gezucht om me heen van belachelijk. Nou, allemaal massaal gaan piepen dus, hè? Nou, die hypotheekverstrekkers zeggen ook dat ze niet automatisch die korting kunnen geven omdat ze geen idee hebben van die verhouding tussen de schuld en de waarde van de woning. Stel de vraag aan de klant. Het is, zo ingewikkeld is het niet. Ik krijg, net als alle andere woningbezitters, gewoon ieder jaar de WOZ-waarde van mijn gemeente. Die zal ik ergens in februari, maart binnen hebben.
Die kan ik even inscannen, naar de bank mailen en zeggen... goh, de verhouding tussen de woningwaarde en de hypotheek is verbeterd. Haal weer eens een 10% van die hypotheekrente af. Ja. Zo ingewikkeld is het niet. Alleen de bank die moet de klanten gaan benaderen. Ja, hoewel ze, als ze dus, dat is althans wat ze zelf zeggen... als ze een nieuwe rentevaste periode moeten afsluiten, dan vragen ze er wel naar. Ja, nou, dat herken ik helemaal niet. Dat verbaasde mij ook dat de banken dat zeggen. Meestal krijgen de mensen bij een nieuwe rentevaste periode een briefje... waarop 5, 6 verschillende rentevaste perioden staan met de rente erbij. Er wordt er helemaal niet op gewezen dat die verhouding tussen de lening en woningwaarde verbeterd zou kunnen zijn. En bovendien, ik vind dat de banken moeten melden in welke risicoklasse je bent ingedeeld. Hoeveel opslag je betaalt. En hoeveel opslag je betaalt. Ja. Nou deden we in Kassa Nieuwsbrief een oproep naar deze situatie. Hoeveel mensen... nou, we ontvingen honderden reacties van mensen die in zo'n situatie verkeren... dat de waarde van de woning veel hoger is dan de hypotheek. En een aantal van hen hebben we gevraagd... ga nou eens naar je hypotheekverstrekker en vraag of je korting kunt krijgen. Nou, dat hebben ze gedaan. Maar veel mensen kregen te horen dat ze geen korting konden krijgen... omdat ze in de laagste risicocategorie vallen... Kan dat kloppen? Dat kan. Als je bijvoorbeeld een hypotheek hebt met nationale hypotheekgarantie... dan zit je in die laagste risicocategorie. En dat zijn honderdduizenden hypotheken die daaronder vallen. Maar ik heb de reacties ook gezien. En ik kreeg toch wel her en der de indruk dat de medewerker van de bank... die lastige vraag het liefst zo snel mogelijk weer uit zijn mailbox wilde hebben. En dat nogal wat mensen misschien wel met een kluitje driet in zijn gestuurd. Maar hoe kom je er dan achter of het echt zo is? Dan ben je toch afhankelijk van informatie van de bank. Ga terug naar wat je oorspronkelijk hebt afgesloten. En had je in de tijd een relatief hoge hypotheek, misschien wel 100 of 110% van de woningwaarde. En is die opslag, die renteopslag, er nooit van afgegaan. Dan weet je eigenlijk dat die er nog steeds op zit. En dan moet je dus gaan piepen. Alleen ik vind, ja, je moet gaan piepen. En ik vind dat de banken gewoon moeten melden in welke risicocategorie zit ik nu. Ja, veel mensen die korting volgen, die kregen advies over oversluiten. Ja, maar dat is toch totaal iets anders. Dat kost vaak een flinke boeterente. En bovendien, dit is gewoon mijn lopende hypotheekrente... die misschien nog wel 5 of 6 of 7 jaar vaststaat... waar dan weer 1 of 2 tienden vanaf moet kunnen. Totaal ander verhaal. Ja, want die 1 of 2 tienden, zet dat zoden aan de dijk... Ja, dat lijkt misschien weinig, maar dat zijn stapjes van 1 of 2 tienden. Dus als je een paar van die stapjes maakt en je hebt een hypotheek van 2 ton... waar je 0,3% op weet te besparen, dan heb je toch over 600 euro per jaar. We zagen het in het eerste filmpje, die mevrouw bespaart 1500 euro op jaarbasis... zonder dat ze er iets extra's voor hoeft te doen. Stel haar hypotheek loopt nog 15 jaar, is dat toch 22.500 euro. Ik vind dat serieus veel geld. Ja, dat is het, dat is het. Brigitte had het ook over een betaalpakketkorting. Wat is dat dan voor korting? De banken hanteren vaak die korting. En dat betekent dat als je bij de bank je betaalrekening hebt lopen... waar ook je salaris op binnenkomt en waar je je betalingen van doet... dat je dan op je hypotheekrente een extra korting krijgt van 0,2% of 0,25%. Dus dat is ook zeker waar mensen naar moeten kijken. Hebben ze bij de Rabo hun hypotheek lopen en bij de ABN AMRO hun betaalrekening... Dan kunnen ze beter die betaalrekening naar de Rabo overbrengen... en vragen om die betaalpakketkorting. Ja, ook daar word je niet op geattendeerd. Nee, maar daar hebben we deze uitzending voor. Ja, precies. Als je nou thuis zit te kijken en je vraagt je af... kom ik misschien in aanmerking voor zo'n korting? Welke mensen moeten vooral het proberen? Het gaat vooral om mensen die in de tijd, laten we zeggen 10, 15 jaar geleden... of langer geleden een huis hebben gekocht met een volledige hypotheek... of misschien wel iets meer, wat toen niet ongebruikelijk was... En dan moet het met name gaan om aflossingsvrije hypotheken en beleggingshypotheken. Oké, en wie niet de spaarhypotheek? Ja, dat zijn de mensen met een spaarhypotheek. Want bij een spaarhypotheek is de hypotheekrente die je betaalt... gekoppeld aan de rente die je krijgt op je spaardepot. Dus als je wat gaat besparen op de rente die je betaalt over de lening... krijg je ook minder rente in je depot en moet je daar weer meer op gaan inleggen. En dan zie je dat het effect vrijwel nihil is... Let wel, er zijn ook mensen die een stuk spaarhypotheek hebben en een stuk aflossingsvrij. En dan heeft het wel weer zin. Oké, nou, ik denk dat u thuis allemaal massaal moet gaan piepen na dit verhaal van KP. Dus als je denkt dat je ook korting kunt krijgen op je hypotheek, stuur dan een brief naar je hypotheekverstrekker. En wij hebben op onze website een voorbeeldbrief gezet. Dan is het extra makkelijk. Laat ons ook even weten of het gelukt is om die korting te krijgen. Hartelijk dank. KP. Graag gedaan.